Goedemiddag, welkom bij het Vragenuur in de Tweede Kamer. U kijkt naar een nog vrij lege zaal, de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Misschien wel omdat de politici in de wandelgangen nog druk bezig zijn met het nieuws van de dag hier in Den Haag. Namelijk het nieuws dat de belastingverlaging van 5 miljard euro die ons beloofd is, uiteindelijk toch doorgaat omdat D66 ook in de Eerste Kamer daarmee in zal stemmen. Daarover vandaag dus veel nieuws vandaag, maar ook hier in de Tweede Kamer in de plenaire zaal ruimte voor andere actualiteit. Het gaat hier zometeen over de kunst die uit het West-Fries Museum is gestolen 10 jaar geleden en nu is opgedoken in Oekraïne. Het gaat ook over de gevaarlijke dieselrook die gevaarlijk is voor werknemers. Het gaat over dure OV-chipkaarten en over de opvang van homoseksuele vluchtelingen die in Amsterdam apart worden opgevangen buiten de reguliere opvang voor vluchtelingen. Al deze onderwerpen zijn zometeen hier in de Tweede Kamer in het Vragenuur aan de orde. De eerste vragen gaan dus over de kunst die in het West-Fries Museum 10 jaar geleden is gestolen en nu in Oekraïne is opgedoken. Die vragen worden gesteld aan mevrouw Ploemen. Zij vervangt de minister van Buitenlandse Zaken die hier niet aanwezig kan zijn, maar mevrouw Ploemen zal de vragen daarover wel beantwoorden. En die vragen die zijn van de SP van de heer Van Bommel. Die zit wel al klaar in zijn bankje om zo meteen de vragen te gaan stellen. We wachten even tot de voorzitter de vergadering zal gaan openen. Ik open de vergadering van dinsdag 8 december 2015. Ik heet alle aanwezigen in de zaal van harte welkom. Aan de orde is het mondelinge vragenuur. En in het mondelinge vragenuur geef ik als eerste het woord aan de heer Van Bommel van de SP. Die een vraag wil stellen aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bij afwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken over uit Nederland geroofde kunst in Oekraïne. Meneer Van Bommel, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, 10 jaar geleden was er sprake van een grote kunstroof in Hoorn. Het West-Fries Museum moest toen 24 schilderijen missen en 70 zilverwerken. Gisteren stond er in de krant dat die collectie zich op dit moment in Oekraïne bevindt. De kunst die blijkt nu in handen te zijn van een extreemrechtse Oekraïnse militie. En deze neonazies hebben het gore lef gehad om die kunstwerken die ze in hun bezit hebben, om die aan te bieden, te koop aan te bieden bij de Nederlandse ambassade. Erger moet het niet worden. Voorzitter, het goede nieuws is dus dat we weten waar die kunstwerken zijn. Ze zijn getraceerd, we kunnen ze terugvinden. Het slechte nieuws is dat deze Oekraïnse barbaren geen idee hebben van wat ze in handen hebben, hoe ze ermee om moeten gaan en wat die kunstwerken waard zijn. En dat leidt mij tot de volgende vragen. Ten eerste, kan de minister bevestigen dat deze kunstcollectie zich in Oekraïne bevindt, in handen van een militie die banden heeft met de regering van Oekraïne? Oekraïne is een bevriend land. Is het juist dat er bij deze kunstroof betrokkenheid is van de geheime dienst en corrupte toppolitici van Oekraïne? En ten derde, wat doet het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om deze werken terug te krijgen naar Nederland? We hadden recent president Poroshenko op bezoek. Op hoog niveau zijn er contacten geweest. We vernemen dat ook dit onderwerp aan de orde is geweest. Wat was de reactie van de president en van de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne? Dank u wel, meneer Van Bommel. Ik geef het woord aan de minister voor Buitenlandse Handel voor haar beantwoording in eerste termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel aan de heer Van Bommel voor zijn vragen over wat inderdaad een hele verdrietige zaak is. Het West-Fries Museum moest 10 jaar geleden een deel van zijn kunstcollectie missen, een enorme aderlating. We zien nu recente berichten opduiken over waar die collectie mogelijk zou kunnen zijn. Voorzitter, ik wilde graag even de feiten zoals wij die kennen en aan uw Kamer meedelen. Kort zal ik dat doen. Op 9 juli van dit jaar kwam er een telefoontje binnen bij de Nederlandse ambassade in Kiev van een man die zei dat hij meer wist over de ontvreemde Nederlandse collectie uit het West-Fries Museum. Op de ambassade is een politieliaison gestationeerd en er is meteen contact opgenomen in Nederland met de coördinator kunst en antiek van de nationale politie. Die heeft vervolgens bevestigd dat het mogelijk was dat de collectie waarover werd gesproken afkomstig was van de inbraak in 2005. De coördinator heeft de liaison in contact gebracht met de onderzoeksleider van het onderzoek dat toen is gedaan door
de politieregio Noord-Holland-Noord. Er is toen besloten dat er op de ambassade een informatief gesprek zou plaatsvinden met de personen die dus zeiden meer te weten over deze kunstcollectie. Zij zijn uitgenodigd voor een gesprek op de ambassade. De politie van Noord-Holland-Noord heeft samen met de directeur van het West-Fries Museum besloten dat de focus van die gesprekken zou moeten zijn en van de inzet zou moeten zijn bij het het terugkrijgen van de collectie zou moeten zijn. Dus niet per se de opsporing, maar zorgen dat die collectie, de heer Van Bommel zei dat al, weer in veilige handen komt. Althans, die wens hoor ik hem ook uiten. Het West-Fries Museum heeft toen een ervaren kunstexpert, die ook een onderhandelaar is, aangezocht. Is aan het werk gegaan. Op 7 september heeft de directeur van het West-Fries Museum de Nederlandse ambassadeur in Kiev gemeld dat het aanvankelijk optimisme over de mogelijkheid van terugkrijgen van de kunst bekoeld was. Er was sprake van een impasse en er is verzocht om de zaak aan te kaarten bij de Oekraïense autoriteiten. We spreken begin september. Op 9 september heeft mijn collega Koenders een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, de heer Klimkin. En daarbij is het aangekaart. En vervolgens is Klimkin bij thuiskomst in Kiev meteen aan de slag gegaan. En het ministerie van Binnenlandse Zaken van Oekraïne heeft een onderzoek gestart in Oekraïne. Op basis natuurlijk ook van de informatie die bekend was. Op 26 november, we spreken alweer een aantal weken later, is president Poroshenko hier in Nederland. Hij heeft een gesprek met onze minister-president. En ook in dat gesprek is gesproken over de zaak. In termen van, het doet ons zeer verdriet dat we de schilderijen nog niet terug hebben. Het West-Fries Museum heeft zich ingezet. Er is ons gemeld dat het onderzoek loopt dat vanuit de Oekraïense autoriteiten met daadkracht wordt aangepakt. Voorzitter, en dat is het feit, helaas. Dat is waar zoals de situatie nu is. Dus er is op hoog politiek niveau gesproken met de Oekraïense autoriteiten. Die hebben ook alle medewerking toegezegd. Wij hebben ook geen enkele reden om aan die medewerking te twijfelen. Het onderzoek loopt daar. Maar dat laat niet onverlet, voorzitter, dat het verdrietige feit is dat de schilderijen en de collectie nu nog niet terug zijn op de plek waar ze horen, namelijk in de veilige handen van het West-Fries Museum. Meneer Van Bommel. Ja, voorzitter, dit wekt toch enige verbazing. Het kan dus kennelijk zo zijn dat personen die zeggen te beschikken over in Nederland geroofd kunstwerk, dat die op de Nederlandse ambassade in een zaaltje vrijblijvend kunnen komen praten, een vrijgeleide krijgen om het pand weer te verlaten en vervolgens niets leveren. En dat de Nederlandse ambassade, de Nederlandse overheid, achteroverleunt. Hoe kan het dat niet tegelijkertijd aan de Oekraïense autoriteiten gevraagd is? Zet het onderzoek in gang. Het kan zo zijn dat voor de directeur van het museum die opsporing niet prioriteit is, maar voor de Nederlandse overheid zal dat toch zeker wel het geval moeten zijn. Dus waarom is er niet tegelijkertijd prioriteit gevraagd bij de Oekraïense autoriteiten om deze mensen op te sporen, om op die manier de kunstwerken terug te krijgen? Waarom is er niet door de Oekraïense autoriteiten zelf die prioriteit meteen aangegeven? Heeft dat wellicht te maken met het feit dat ook door de museumdirecteur geconstateerd is dat men, dat hier sprake is van betrokkenheid van corrupte politici in Oekraïne, een land waar Nederland een associatieakkoord mee wil sluiten via de Europese Unie, een land waarvan we dachten dat ze gelijke normen hadden als het gaat om rechtsstaat, democratie, etc. Blijkt in de praktijk dus helemaal niet te kloppen. Wat is de reactie van de minister daarop? Ja, voorzitter, allereerst even de feiten laten zijn. Op die 9 juli is er een telefoontje gekomen van een man die zei dat hij meer informatie had over schilderijen, over die collectie. Er is niet vastgesteld, voorzitter, en dat is ook niet de boodschap die gegeven is, dat hij en de andere persoon in het bezit zouden zijn van die collectie. Dus laten we dat even vaststellen. Vervolgens, voorzitter, is er natuurlijk, zoals ik al zei, langs de gebruikelijke lijnen contact opgenomen met de onderzoeksleider van toen, politie Noord-Holland-Noord,
en met de directeur van het museum. En in overleg is besloten om deze route te bewandelen. Voorzitter, dat is naar mijn weten ook niet ongebruikelijk om dat zo te doen. En dat heeft meer te maken met, laten we zeggen, de wens om die collectie in veilige handen te krijgen dan met wat dan ook. Dus voorzitter, ik hoor de heer Van Bommel heel bezorgd zijn over hoe het nu verder moet met, met de opsporing. Ik hoor hem ook bezorgd zijn over, hebben we geen tijd verloren? Dat proef ik uit zijn woorden. En daarop zou ik willen zeggen, voorzitter, er is steeds in nauw overleg is deze gang van het onderzoek gevolgd. En het is buitengewoon spijtig dat het aanvankelijke optimisme niet meteen omgezet is in de terugkomst van de schilderijen. Voorzitter, ik sluit af dan maar met een constatering. Ik vind het uitermate naïef van zowel het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken als van de ambassade in Kiev. Iedereen die wel eens in Oekraïne geweest is, die weet dat wanneer er een telefoontje komt van iemand die zegt ik wil eens praten over die kunstwerken, dan komt hij niet met adviezen over hoe die schilderijen onderhouden moeten worden. Dan komt hij praten over losgeld. Dan komt hij praten over hoe die schilderijen weer in Nederlands bezit zouden kunnen komen. En toen men ter plekke dat daar uitvond, had men natuurlijk al direct moeten gaan optreden. Is niet gebeurd. Er is inderdaad kostbare tijd verloren. En ik wil de minister vragen wat nu volgens de Nederlandse regering dan het perspectief is. Gaat de regering van Oekraïne, met wie die banden zo goed zijn, gaat die nu zorgen dat die kunstwerken terugkomen? Want let wel, deze milities, deze extreemrechtse milities, treden op namens de regering van Oekraïne. Zij zijn de gewapende arm van de Oekraïnse regering tegen de opstandelingen. Heeft die regering nog vat op deze mensen, dan kan ze ook van deze mensen eisen dat die kunstwerken worden teruggeleverd aan Nederland. Voorzitter, ik laat even de observaties gedaan door de heer Van Bommel over de wijze waarop Oekraïense autoriteiten wel of niet betrokkenheid zouden hebben hierbij. Die schuif ik even terzijde. Ik heb de feiten zoals wij die gekend hebben, die geschetst. Nogmaals, de Oekraïense autoriteiten zijn voortvarend aan de slag gegaan met dat politieonderzoek. En nogmaals, voorzitter, er is echt in nauw overleg met het West-Fries Museum en de onderzoeksleiding een route gevolgd die echt niet ongebruikelijk is in dit soort zaken. En die er volstrekt helemaal op gericht was om de schilderij zo veilig mogelijk terug te krijgen. Dat is een keuze die gemaakt is. Dat is gedaan nogmaals in samenspraak. Nederland zal nu, zoals we ook de afgelopen weken hebben gedaan, in contact blijven natuurlijk met de Oekraïense autoriteiten om te zorgen dat er dat het onderzoek voorspoedig verloopt. En wij hopen dat de schilderijen daarbij ook terug kunnen komen. En voorzitter, we hebben wat dat betreft, zou ik willen zeggen, zetten we alles op alles om te zorgen dat het zo snel mogelijk en zo goed mogelijk gebeurt. Want met de heer Van Bommel willen wij ook heel graag die schilderijen terugzien in het West-Fries Museum. Dank u wel. Meneer Sjoerdsma. Ja, voorzitter. Ik denk dat de heer Van Bommel terecht een groot punt heeft gemaakt van het terughalen van die schilderijen. Ik zou deze minister ook willen vragen wat het kabinet doet om te voorkomen dat deze schilderijen aan anderen worden verkocht. Is er een Europees opsporingsbevel? Is er gewaarschuwd dat deze schilderijen mogelijkwijs op de zwarte markt komen? Dat soort zaken. Kan de minister daar duidelijkheid over geven? Ja, voorzitter. Voor zover ik daar informatie over heb, is in het hele proces waarbij natuurlijk ook een internationaal of een kunstexpert is betrokken geweest die heeft bemiddeld, is er informatie gekomen over dat die schilderijen wellicht doorverkocht zouden worden. En voor zover ik weet hebben de Oekraïense autoriteiten alle maatregelen genomen binnen hun bereik nu om dat te voorkomen. Maar voorzitter, ik zal zeker nog graag even nader overleggen of er wellicht nog meer mogelijk is vanuit die intentie van die Oekraïense autoriteiten. Meneer Grashof. Voorzitter, om nog even door te kijken. Kijk, de persoon die ze nu aanbiedt is gewoon met naam en toenaam bekend. Is het nu heel vreemd, zo wil ik de minister vragen, om aan de Oekraïnse autoriteit te vragen. Pak die man gewoon in zijn kraag, want die is gewoon verdachte. Hij geeft zelf aan dat hij beschikt over die schilderijen en biedt ze te koop aan. Dat lijkt me niks eenvoudig, hoef je geen heel ingewikkeld onderzoek voor nodig te hebben. In zijn kraagje vatten en daarmee aan de slag.
Ja, voorzitter. Kijk, wat wij hebben gedaan en daarbij bijgestaan door ook de internationale experts. Alle informatie die wij hebben, hebben wij natuurlijk overgedragen aan de Oekraïense autoriteiten. Zo gaat dat doorgaans als je samenwerkt op het gebied van justitie. Dus voorzitter, die informatie die waarover wij beschikten, die is hen gegeven en op basis daarvan ondernemen zij actie. Nogmaals, die personen die zich gemeld hebben bij de ambassade hebben gezegd dat ze beschikten over informatie. Dat is verder opgevolgd en wij kunnen, en het is nu aan ons om vooral de Oekraïense autoriteiten waar nodig aan te sporen om dat onderzoek uit te voeren. Maar dat doen ze ook. Dank u wel voor uw antwoorden. Dank voor uw komst naar de Kamer en het vervangen van uw collega. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Die wordt gesteld door mevrouw Tannemal van de Partij van de Arbeid aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat dieselrook schadelijker is voor werknemers dan eerder werd gedacht. Mevrouw Tannemal, gaat u gaan. Gaat u gaan. Ja. Jaarlijks sterven er ruim 3000 mensen aan een beroepsziekte. Volgens gegevens van de Longalliantie sterven 2000 daarvan door het werken met schadelijke stoffen en krijgen daardoor een beroepslongziekte. Jaarlijks gaan er duizenden levensjaren verloren, gezonde levensjaren door longziekte als gevolg van ongunstige arbeidsomstandigheden. Volgens de inspectie worden er dagelijks meer dan 1 miljoen werkenden op de werkvloer blootgesteld aan giftige stoffen. En nou komt de dieselrook er ook nog bij. Een week geleden was op het NOS-journaal melding gemaakt van een rapport van de Gezondheidsraad met betrekking tot het risico dat werknemers lopen wanneer ze worden blootgesteld aan dieselrook. Afgelopen zondagavond was dit een groot item op het programma De Monitor. Is de minister het met mij eens dat dit zeer verontrustende berichten zijn die hier aan de orde worden gesteld? En zijn deze berichten met betrekking tot de dieselrook nieuw voor u? Bij de uitzending van De Monitor kwam duidelijk de woordvoerder van het gemeentelijk vervoersbedrijf aan bod. En die gaf aan dat hij wel bereid was iets te doen voor die vele zieke chauffeurs die vaak hun pensioen niet eens halen. Maar dat ook hij het bewijs nodig heeft dat het door de dieselrook komt. In hoeverre kunt u in de toekomst werkgevers nog beter ondersteunen in het herkennen en voorkomen van beroepsziekten? En wat vindt de minister van de uitspraak van het Longfonds van vorige week dat het dieseltijdperk voorbij moet zijn? En is de minister bereid om op korte termijn een strenge norm vast te stellen met betrekking tot de dieselrook en de mate waarin werknemers hieraan blootgesteld kunnen worden? Dank u wel. Ik geef het woord aan de minister van Sociale Zaken voor zijn beantwoording. Gaat uw gang. Voorzitter, dank u wel. Inderdaad, verontrustende berichten. Dieselrook is gevaarlijk. Met name de deeltjes die uit oude dieselmotoren komen, kunnen schade veroorzaken. Het is belangrijk dat werkgevers ervoor zorgen dat mensen op het werk niet blootstaan aan hoge concentraties van die rook. Hun primaire verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde werkplek. Ja, ik wil een wettelijke grenswaarde instellen voor het werken met dieselrook. Daarvoor heb ik twee dingen nodig. Een helder advies van de Gezondheidsraad en een vertaling daarvan door de SER. Het advies waar in de NOS-journaal over gesproken werd, was niet van onze Gezondheidsraad, maar van de Nordic Expert Group, een soort Scandinavische Gezondheidsraad. Onze Gezondheidsraad komt in 2016 met advies daarover. Dat neem ik mee naar de SER. En dan kan het vertaald worden in een strenge grenswaarde voor Nederlandse bedrijven. Maar tot die tijd blijven werkgevers gewoon verantwoordelijk om te zorgen dat hun werknemers in gezonde werkomstandigheden hun werk kunnen doen. Wat kun je doen om bedrijven daarbij te ondersteunen? We hebben eerder een brief gestuurd over de arbeidsgerelateerde zorg. Dat wordt vertaald in een wetsvoorstel. Daar zitten twee dingen in die belangrijk zijn. In de eerste plaats, de positie van de bedrijfsarts zelf wordt sterker. Dus als een bedrijfsarts een beroepsziekte op het spoor is, kan hij dat met kracht aan het bedrijf overbrengen. En in de tweede plaats wordt er gewerkt aan in sectoren en in beroepsgroepen uitdelen van informatie. Als er bij het ene bedrijf een ziekte wordt ontdekt die te maken lijkt te hebben met het werk, wordt dat gedeeld met anderen en kan je beter preventief beleid vormgeven om te voorkomen dat mensen ziek worden. Ten slotte is de tijd van diesel voorbij. Nou, van dit soort oude dieselmotoren in ieder geval. Die zijn gevaarlijk. Je ziet bij nieuwe motoren dat het aantal, de concentratie aan schadelijke deeltjes aanzienlijk lager is. Maar in de sectoren waar nog veel gewerkt wordt
met dit soort oude motoren hebben werkgevers een grote verantwoordelijkheid om die blootstelling te beperken. Mevrouw Tannemal. Dank u wel. Ik ben blij wat u heeft gezegd met betrekking tot de diesel. En vooral die oude diesel, hè, dat veel schade teweeg brengt. Maar dat het zo ernstig is, dat was nog helemaal niet bekend. Maar bent u bereid om in kaart te brengen welke factoren gezonde werken sowieso belemmeren en een breed actieplan te maken om ziekmakende arbeidsomstandigheden gewoon keihard aan te pakken? Er komen steeds meer verhalen naar boven hoe ziek mensen worden van hun werk. Nee. Niet altijd omdat de werkgever misschien niet doet wat hij moet doen, hoewel dat ook regelmatig voorkomt, laten we dat niet vergeten. Maar er komen steeds meer schandalen boven. Nou, de dieselrook. Dus kunt u een breed actieplan maken en kunt u aangeven wat sowieso uw doelstellingen zijn op het gebied van beroepsziekten, om die niet alleen te voorkomen, maar ook degenen die er nu zijn, om die mensen zo snel mogelijk te helpen. Zeker, we zijn daar ook mee bezig. Daar ging die brief ook over aan de Kamer. Wat kun je doen met inspectie, met de bedrijfsartsen, met de reguliere gezondheidszorg, maar ook vanuit sociale partners zelf, om beroepsziekten verder terug te dringen, ze snel te onderkennen en werknemers daartegen te beschermen. Belangrijk maatschappelijk doel waar iedereen het ook mee eens is en waar we dus hard aan werken. Maar er komen een aantal verbeteringen naar de Kamer toe. Denk ook aan het recht van werknemers om een second opinion te vragen bij een ander dan de eigen bedrijfsarts. Juist vanwege de noodzaak van een onafhankelijk oordeel. Het andere punt heeft u ook gelijk in. Het is heel moeilijk als zieke werknemer je schade te verhalen. Want je hebt vaak een heel lang juridisch traject nodig om het verband aan te tonen. Soms maak je het zelf niet meer mee, want zo dramatisch is het soms ook met beroepsziekte. Dat is al langer bekend. De mogelijkheid om daar een onafhankelijke instantie voor aan te wijzen vind ik interessant, is ook bepleit. Wat mij betreft gaan we de komende maanden de juridische haken en ogen daarvan in kaart brengen. Maar ik ben er op zichzelf een voorstander van om de individuele zieke werknemer die ernstig ziek is als gevolg van zo'n beroepsziekte, te kijken hoe je die kunt ondersteunen bij het halen van zijn recht. Mevrouw Tannemal. Ik heb uiteraard het rapport gelezen waarin ook dat voorstel wordt gedaan voor een onafhankelijk instituut. En ik ben ook blij dat u sowieso voorstander bent om mensen die hun recht willen halen daarbij te ondersteunen. Dit zou een mooie stap kunnen zijn. En ik hoop dat we zo snel mogelijk u naar de Kamer kunt komen met uw visie op dat onafhankelijk instituut. Zodat we zo snel mogelijk aan de slag kunnen daarmee. In januari spreek ik met de Kamer over de arbeidsgerelateerde zorg. Wat je daarin kunt verbeteren, wat daar vanuit de verschillende geledingen aan gedaan kan worden. In het tweede kwartaal van 2016 heb ik een oordeel over dat onafhankelijke instituut. Daar wordt goed naar gekeken. Dat betekent dat we dat na de zomer in de Kamer kunnen bespreken. Oké, dank u wel. Meneer Ulenbeelts heeft nog een aanvullende vraag. Gaat u gang. Ja, voorzitter, het kenmerk van een beroepsziekte is dat we er eigenlijk heel veel van weten. En dat alles wat dat betreft is te voorkomen. Nu bestaat dit jaar het bureau beroepsziekte van de FNV 15 jaar. Maar nu zegt de minister, als het gaat om dieselrook, ik kom volgend jaar met een grenswaarde. Waarom doet de minister hier niet een oproep aan alle Nederlandse werkgevers, waar dieselauto's naar binnen worden gereden, waar binnen nog dieselmachines staan te draaien? Een oproep om die dingen te vervangen en voortaan vrachtwagens, bussen, gewoon elektrisch naar binnen te slepen. Dat is preventie. Zeker, maar ik ben ook blij met de aandacht die er voor dit probleem weer komt. Want het is hartstikke gevaarlijk, die dieselrook uit oude dieselmotoren. En daar begon ik mijn antwoord net met erop te wijzen dat ook nu al, ook zonder een wettelijke grenswaarde, werkgevers wettelijk verplicht zijn, blootstelling voor hun werknemers tot een technisch minimum te beperken. Dus die oproep, ik zou hem niet eens hoeven te doen, maar bij deze, zorg dat je als werkgever je wettelijke verantwoordelijkheid naleeft, dat je mensen daar niet aan blootstelt. We snappen allemaal, als je in een garage werkt waar je soms ook oude dieselmotoren moet onderhouden, kun je dat niet tot nul terugbrengen. Maar ook dan kun je als werkgever heel veel doen om blootstelling te voorkomen. Daar ben ik het zeer mee eens. Dank u wel voor uw antwoorden en voor uw komst naar de Kamer. Dan geef ik het woord aan de heer Jasper van Dijk van de SP, die een vraag wil stellen aan de minister voor Veiligheid en Justitie. Bij afwezigheid van de staatssecretaris van dat departement over het bericht dat Amsterdam homoseksuele vluchtelingen apart opvangt. Meneer Van Dijk, gaat uw gang. Voorzitter, de positie van homoseksuele asielzoekers in de noodopvang is in sommige gevallen uiterst zorgwekkend. Er zijn voorbeelden van LHBT-asielzoekers die worden bedreigd door hun eigen kamergenoten. Ze worden gepest, uitgelachen en uitgescholden.
De veiligheid is in het geding louter vanwege hun geaardheid. Dat is onacceptabel. Een oplossing is de homoseksuele asielzoeker veiligheid bieden door voor hem of haar een safe house te regelen. Bij een acute noodsituatie valt dat te verdedigen. Amsterdam doet het ook al. Deelt u de mening dat die mogelijkheid er op dat moment moet zijn? De minister van Emancipatie wijst gemeentes bewust op deze mogelijkheid. Staat u daarin op één lijn, vraag ik de minister van Justitie. Een andere oplossing, en de belangrijkste, is natuurlijk het aanpakken van de daders. Discriminatie, bedreiging en geweld zijn immers gewoon verboden. Deelt u de mening dat u alles moet doen om de veiligheid van deze mensen te garanderen? Dus ook klachten serieus oppakken, ervoor zorgen dat het personeel hiermee kan omgaan en een vertrouwenspersoon aanstellen. En voorzitter, tot slot, wordt de gelijke behandeling van alle mensen, dus ook van LHBT's, vanaf dag 1 in de opvang onder de aandacht gebracht? Ik geef het woord aan de minister. Veiligheid en Justitie. Voorzitter, ik dank de heer Van Dijk voor het stellen van deze vragen. En die ik ook graag hier in afwezigheid van de staatssecretaris, die zoals de heer Van Dijk vermoedelijk weet in Griekenland is op dit moment, om daar de situatie in oogschouw te nemen, om het namens hem te doen. De heer Van Dijk stelt 5 vragen. En het antwoord eigenlijk op al die vragen is ja, voorzitter. Maar dat is niet wat de heer Van Dijk wil. Dus ik zal heel kort daar nog even het kabinetsstandpunt in toelichten. Wat ons betreft is het zo dat voor iedereen die als vluchteling in een Nederlandse opvang verblijft, de Nederlandse normen en waarden gelden, waarbij onder meer geen onderscheid gerechtvaardigd is naar seksuele geaardheid of geslacht. In onze opvang, dat is vraag 3 van de heer Van Dijk, gelden huisregels. En hierover worden de vluchtelingen en asielzoekers actief geïnformeerd. Er vindt voorlichting plaats, ook over artikel 1 van onze grondwet. Vluchtelingen worden vervolgens actief geïnformeerd, dat was vraag 5, voorzitter, over de mogelijkheid om aangifte te doen of melding te maken van intimidatie, bedreigingen of anderszins handelingen die zien op dit probleem. Vluchtelingen die zelf intimideren, discrimineren of agressief gedrag vertonen, die worden overgeplaatst en of de politie komt daarvoor in actie. En het COA treedt ook actief op tegen deze situaties. Als het zo is dat in noodopvang een acute noodsituatie, precies zoals de heer Van Dijk ook zegt, ontstaat, waarbij het COA niet in staat is om de veiligheid van een specifiek persoon te garanderen, dan kan een overplaatsing noodzakelijk zijn. Maar het algemene lijn is dat niet de slachtoffers worden overgeplaatst, maar dat de daders worden overgeplaatst en worden aangepakt. Heer Van Dijk. Voorzitter, dat laatste is natuurlijk heel belangrijk. Het moet gaan om het aanpakken van de daders. Toch lijkt er wat onduidelijkheid te zijn over het standpunt van het kabinet hierover. Want we horen aan de ene kant de minister van Integratie en de staatssecretaris van Justitie zeggen aparte opvang voor dit soort groepen is onwenselijk. En aan de andere kant zien we dat de minister van Emancipatie bewust promotie maakt. Of in ieder geval onder de aandacht brengt bij gemeentes dat aparte opvang mogelijk is. Wat is nu precies het standpunt van de regering? Maar voorzitter, er zit geen licht tussen beide standpunten. Er is ook maar één standpunt, en dat is ook bevestigd, ook van de zijde van collega Bussemaker, die ook heeft aangegeven dat zij in de brief aandacht vraagt voor een aantal actuele problemen die zich voordoen rond LHBT'ers. Eén daarvan is de situatie in de noodopvang. En zij heeft als voorbeeld aangegeven dat in Amsterdam, waarbij de noodopvang overigens onder de verantwoordelijkheid van de stad Amsterdam valt en niet onder de COA, dat is een uitzonderingssituatie, dat zij ervoor gekozen hebben om in een specifieke situatie te kiezen voor aparte opvang. Daarvan is het regeringsbeleid dat dat kan plaatsvinden, maar dat de hoofdlijn is dat we dat liever niet willen hebben, omdat we vinden dat de daders moeten worden overgeplaatst en dat de daders moeten worden aangepakt en niet de mensen die gediscrimineerd worden. En ook de minister Bussemaker heeft bevestigd dat het ook in haar beleving gaat om acute noodsituaties waarin het beleid anders kan zijn. Meneer Van Dijk. Voorzitter, dan tot slot nog de vraag wat er nu concreet in de opvang gebeurt. De minister gaf daar in zijn eerste termijn al kort antwoord op. Om de mensen te wijzen op de gelijke behandeling van man, vrouw, homo, lesbisch en alle mensen.
zodat dit ook actief onder de aandacht wordt gebracht. Want de onveiligheid van sommige mensen is nu eenmaal groot en dat moeten we niet willen. Nee, voorzitter, dat is precies wat er gebeurt. Er gelden huisregels. Mensen worden actief geïnformeerd. Er vindt voorlichting plaats over artikel 1 van de grondwet. En de COA zit er bovenop om ervoor te zorgen dat dit soort situaties zich niet voordoen. En dat de daders die zich hier schuldig gaan maken ook worden aangepakt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, ik ben heel blij dat deze minister zijn collega-minister Asscher heel hard terugvleit in zijn kritiek op het beleid van de gemeente Amsterdam. Dat hij bij monden van het kabinet zegt dat het beleid van de gemeente Amsterdam om LHBT-asielzoekers beter te beschermen volledig ondersteunt. Ik vind dat echt winst. Ik zou de minister wel willen vragen, doe er nog een schepje bovenop en zorg er dan ook voor dat in die opvang waar veel van deze kwetsbare mensen zijn, dat er ook vertrouwenspersonen zijn waar zij met hun zorgen terecht kunnen. Ik, voorzitter, de laatste punt. Ik weet niet of er geen vertrouwenspersonen al zijn. Ik zal dat moeten nagaan. U zult begrijpen dat dit niet een dagelijks onderwerp voor mij is. Maar dat zal ik informeren en dan laat ik dat nog even aan de Kamer weten. Ik zal de staatssecretaris verzoeken om dat de Kamer te laten weten. Als een gemeente die zelf verantwoordelijk is voor de noodopvang de keuze maakt om daar een aparte opvang voor te maken op zichzelf, is dat wat mij betreft prima. Ik wil wel nogmaals herhalen dat wat het kabinet betreft de hoofdlijn is dat het niet de LHBT'ers zijn die het slachtoffer worden van de discriminatie waar zij onderdeel van zijn, maar dat het de daders moeten zijn. En dat dus ook de daders degene zijn die worden overgeplaatst naar andere opvang. Meneer Voordewind. Ja, voorzitter, wat er in Amsterdam gebeurt, namelijk de LHBT'ers uit de noodopvang plaatsen, dat is toch echt de omgekeerde wereld. Hè? Wat de minister ook zegt, de daders zouden moeten worden uitgeplaatst. Sterker nog, als ze echt bedreigingen hebben uitgevoerd, dan zouden ze in de vreemdelingendetentie moeten verdwijnen. Dus ik hoop dat dat de lijn van het kabinet is, voorzitter. Ik breng ook de positie van de christenen, de christenasielzoekers, want die zitten in dezelfde benarde positie. Die worden soms 4 uur 's nachts wakker gemaakt omdat ze mee moeten bidden met de moslims, durven niet voor hun geloof uit te komen. Dus ook graag daar aandacht voor als het gaat om de bedreigingen richting asielzoekers die christen zijn. Voorzitter, zoals de heer Voordewind weet, geldt artikel 1 van de grondwet ook ten aanzien van discriminatie op grond van religieuze gedachtegoed. En daar geldt precies hetzelfde voor. Ik ben het geheel met de heer Voordewind eens, voorzitter. Mevrouw Voortman. Voorzitter, ik kan de minister helpen. Die vertrouwenspersonen die zijn er nog niet. Oh. Maar mijn vraag gaat over die positie van die LHBT-asielzoekers. Want de minister heeft nu meerdere keren al gezegd van, in principe willen we dat daders uitgeplaatst worden en niet mensen die slachtoffer zijn van het geweld. Dat ben ik zeer met hem eens, dat daar inderdaad de nadruk op moet liggen. Maar begrijp ik het nu goed dat de minister ook aangeeft dat op het moment dat mensen daar zelf ook om vragen, want ik hoor ook vaak van LHBT-asielzoekers dat ze juist zelf ook vragen om een tijd die rust te hebben in een tijdelijk safehouse, om zich veilig te voelen. Dat het kabinet zegt, in die situaties moet dat inderdaad wel kunnen. Ja, voorzitter, dat laatste punt. Als het zo is dat het gaat om een acute noodsituatie, dan is dat natuurlijk denkbaar, maar liever niet. Want daarmee neem je eigenlijk kies je voor het om degene die het slachtoffer is te laten ondervinden wat het betekent om slachtoffer te zijn, om apart in de situatie te worden. Wij vinden gewoon dat iedereen zich in Nederland gewoon aan de wet moet houden. Ook de vluchtelingen die in Nederland aanwezig zijn. En daar horen ze gewoon zich te gedragen en zich te houden aan onze Nederlandse normen en waarden. Meneer Fritsma. Ja, voorzitter, wat er in asielzoekerscentra gebeurt geeft natuurlijk precies aan wat voor kwaadaardige cultuur dit kabinet naar Nederland haalt. We zien agressie tegen christenen, we zien agressie tegen homoseksuelen, we zien agressie tegen vrouwen, we zien agressie tegen iedereen die geen moslim is. Dit is precies de islamisering van Nederland die onmiddellijk moet stoppen. En daarom roep ik het kabinet op om a. geen asielzoekers meer toe te laten en b. in ieder geval degene die zich schuldig maken aan agressie en bedreiging onmiddellijk uit Nederland te verwijderen. Dus niet overplaatsen, niet een verblijfsvergunning geven, onmiddellijk uitzetten. Voorzitter, ik heb al gezegd dat het van heel groot belang is dat de mensen die zich hier aan schuldig maken, dat daar stevig tegen wordt opgetreden. Dat doet het COA zelf. Dat kan de politie ook doen als er sprake is van aangifte of van een melding eventueel. Dat is het uitgangspunt van het beleid. Ten aanzien van de eerdere punten die de heer Fritsma noemt, daar zijn meerdere moties van zijn hand onder andere in de Kamer ter stemming geweest. Die zijn en hebben het niet gehaald. Dus zijn standpunt op dit punt kunnen niet rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer, voorzitter. Voorzitter, onderscheid op basis van religie en geaardheid is niet mogelijk in Nederland. En ik ben blij dat de minister daar een ferm standpunt over ook naar voren brengt tijdens dit mondelinge vragenuurtje. Het is wel zo dat de minister ook aangeeft dat daders worden overgeplaatst naar een andere opvanglocatie. En volgens mij is er maar één onderscheid mogelijk. Mensen die zich wel aan de regels houden, de huisregels, onze wetten en regels, en mensen die zich daar niet aan houden. En hoe zit het nou met de vervolgingscapaciteit van de politie, van het Openbaar Ministerie, waar het gaat om juist dit soort gevallen?
Is het dan logisch dat ze worden overgeplaatst naar een ander centrum? Of vindt de minister dat ze actiever opgespoord moeten worden en dat daar passende maatregelen tegen moeten worden genomen? Volgens mij, voorzitter, als de heer Kuzu goed geluisterd heeft naar mij wat ik net gezegd heb, is dat precies de essentie van mijn betoog. Overplaatsing is absoluut een optie om daarmee het gevaar ook weg te nemen voor degene die gediscrimineerd wordt. Maar natuurlijk geldt als daar aanleiding voor is dat de Openbaar Ministerie en politie zullen optreden, want discriminatie wordt in Nederland niet getolereerd. Ik merk er wel bij op dat we natuurlijk ook al weten in de discussies die ik met uw Kamer vaak heb gehad in de afgelopen maanden over juist discriminatie, hoe lastig het vaak ook is om de bewijslast rond te krijgen, maar dat weet de heer Kuzu ook. Maar het uitgangspunt is dat mensen die zich hier schuldig gaan maken, die moeten daarvoor boeten. En daarvoor is het Openbaar Ministerie en de politie geëigend toegerust. Mevrouw Karabulut. Maar voorzitter, kan de minister dan ook toezeggen dat dat praktijk wordt? Want het is heel erg mooi, en ik denk dat wij het hier met z'n allen over eens zijn, dat je niet degene die bedreigd wordt, of dat die nou homoseksueel is of anderszins, dat degene die bedreigd wordt uitgezet wordt, maar de daders. En ik heb hier een voorbeeld van een iemand die voortdurend werd bedreigd door iemand anders, zijn kamergenoot, die met een mes op zak rondliep en iedere keer uitschold en vertelde tegen homo's te zijn, waarop vervolgens degene die bedreigd werd uit de kamer werd gezet en de hele nacht op de gang heeft moeten slapen. Hier is dus niet de dader eruit gepikt. En kan de minister, voorzitter, toezeggen dat ook in unieke situaties waar direct bescherming nodig is, niet het slachtoffer, maar dader wordt opgepakt en uitgezet en vervolgd. Kan de minister dat toezeggen? Maar voorzitter, ik ken natuurlijk niet het individuele geval waar mevrouw Karabulut naar verwijst. Ik weet ook niet of dat individuele geval bewijsvoering levert voor een probleem, wat er een groter probleem zou zijn. Wat ik weet is dat we er alles aan doen wat we kunnen doen om dit soort situaties te voorkomen. En dat is ook logisch ook, want dat is ook de taak van de COA om hun opvang zodanig te organiseren dat mensen daar veilig kunnen zijn. Mevrouw Kuiken. Voorzitter, ik ben blij met de brief van mevrouw Bussemaker. En ik heb nog een vraag. We hebben nu op verschillende plekken in Nederland een opvang en gemeentes die daar voorheen misschien minder ervaring mee hadden. Hoe vindt nu de afspraken tussen politie en COA plaats als het gaat over dit soort meldingen? En twee, welk gevolg heeft dit voor de procedure van een asielzoeker die zich schuldig maakt aan dit soort discriminerende, kwetsende, dan wel geweldplegende praktijken? Ja, voorzitter, dat ten aanzien van het laatste punt weet mevrouw Kuiken dat staatssecretaris Dijkhoff daar ook een bewijswijziging heeft aangekondigd. Ik heb op dit moment even niet scherp hoe dat zou uitwerken voor dit soort specifieke situaties. Dus ik stel voor dat ik op dat punt nog even een kort briefje aan uw Kamer stuur om die twee aspecten die mevrouw Kuiken aan de orde stelt, om die nog even nader aan de Kamer toe te lichten. Meneer Asmani. Ja, voorzitter. Het is gewoon fijn om te constateren dat de minister gewoon helder en duidelijk is dat de regering de kant kiest voor het slachtoffer en niet van de dader. Die dader moet worden aangepakt. En ik merk ook wel in dit parlement op basis van interrupties dat die dader, dat we daar eigenlijk weinig genoegen mee hebben. Als mensen hier net in dit land komen, dan hebben ze te accepteren waar we voor staan. En één ding waar we voor staan is onder andere de vrijheid om te zijn wie je mag zijn. En dat betekent ook respect voor alle LHBT'ers in dit land. Wat ik ook begrijp, voorzitter, is dat de aangifte, dat die ook daadwerkelijk moet worden gemaakt. Want wil je mensen een enkeltje terug kunnen sturen, dan moet je ook bereid zijn om aangifte in behandeling te nemen en daadwerkelijk ook strafrechtelijk te vervolgen. En daarom mijn vraag aan de minister, voorzitter. Is de minister bereid ook om met zijn collega de heer Dijkhoff te kijken naar van hoe we dat proces verder kunnen intensiveren, zodat ook daadwerkelijk aangiftes worden omgezet in de veroordelingen en waardoor we dus mensen ook daadwerkelijk een enkeltje kunnen geven uit dit land? Ja, voorzitter, ik ben altijd graag bereid natuurlijk om dat te doen. Ik weet ook al dat die gesprekken gaande zijn tussen COA en de politie en dat de politie ook vanwege de taken die ze hebben in het kader van de vluchtelingenproblematiek natuurlijk ook dicht bovenop zit. Dus, maar ik zal graag nog even dat gesprek voeren en bezien of daar alles zo is ingeregeld als dat wij vinden dat nodig is. Mevrouw Keijzer. Ja, voorzitter. Het kan verkeren na Rutte, Asscher, Dijkhoff en dan ben ik de bussen maken, want daarom staan hier vandaag meneer Van der Steur, minister Van der Steur hier vandaag over dit onderwerp. Ik hoor hem duidelijk zeggen dat wat de regering betreft, dat het zo moet zijn dat de agressor uitgeplaatst wordt. Dat is mooi om vast te stellen. Voorzitter, zeker voor de toekomst, integratie van vluchtelingen en als ze straks in een wijk terechtkomen naast bijvoorbeeld twee mannen. Voorzitter, daarom de volgende vraag.
Als dit nou een oprisping geweest is van de minister van Emancipatie, zou het dan kunnen zijn dat als dat weer gebeurt, dat er ook aandacht komt voor christenen, jezidis en alleenstaande vrouwen, om maar eens een categorie, een aantal categorieën te noemen. En de laatste vraag, voorzitter, is de minister in staat om alle aangiftes naar de Kamer te doen toekomen? De aantallen bedoel ik dan. Nou. Voorzitter, de relatie van het laatste punt, de discriminatie, daar hebben we volgens mij niet al te lang geleden nog een brief over aan uw Kamer gestuurd over discriminatie breed. Dat is, daar is net een nieuw systeem bij de politie ingericht waarmee het mogelijk wordt om die administratie te kunnen doen. Dat kan dus nu nog niet, dus daar zal ik het antwoord sowieso niet op kunnen geven. Ten aanzien van de suggestie die mevrouw Keizer doet, voorzitter, dat er op de een of andere manier verschil zou zijn van mening tussen mevrouw Bussemaker en het kabinet of de voorgangers die mevrouw Keizer noemde. Volgens mij zeggen wij precies hetzelfde, dat heb ik ook al toegelicht in de antwoord op de vraag van de heer Van Dijk. Tot slot, voorzitter, voeg ik nog aan toe dat de vraag die gesteld werd door mevrouw Kamerbroek over de vertrouwenspersoon, iedere medewerker van het COA behoort een rol als vertrouwenspersoon te kunnen op zich kunnen nemen. Dat hoort bij de professionaliteit van een COA-medewerker. Iedere bewoner kan altijd bij COA-medewerkers terecht met vragen en het bespreken van persoonlijke problematiek. En bewoners worden voorgelicht dat men voor elk signaal of voorval terecht kan bij COA-medewerkers. En de bewoners worden ook geïnformeerd, want heb ik al gezegd, dat er aangifte kan worden gedaan van eventuele strafbare feiten. Mevrouw Keizer gaat voor de tweede vraag. Gaat u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Terecht, hier is eerder een motie aangenomen in deze Kamer dat mensen, vluchtelingen die zich schuldig maken aan een misdrijf, geen aanspraak meer mogen maken op verblijf hier. Dan is wel nodig in deze discussie dat er aangifte gedaan wordt. En er wordt nu gewerkt aan het systeem om dat te registreren. Er is net gevraagd om ook dat hele proces beter te stroomlijnen. Maar begrijp ik die minister nou goed dat hij op dit moment niet weet hoeveel keer de afgelopen maanden, want deze discussie voeren wij al langer, hoeveel keer de afgelopen maanden er nou het begin is gemaakt met een strafrechtelijk proces of dat er aangifte gedaan is van discriminatie van welke aard dan ook in asielzoekerscentra, noodopvang of crisisopvang? Voorzitter, dat begrijpt mevrouw Keizer goed. Dat komt omdat ik tot op heden mij met dit onderwerp niet heb bezig gehouden. De debatten over de Kamer, met uw Kamer, zijn ook niet gevoerd door mij, maar door mijn de staatssecretaris. Dat wil niet zeggen dat ik graag bereid ben om te bezien of die informatie beschikbaar is. Ik verwacht het niet. Maar mocht het anders zijn, voorzitter, neem ik het mee in de brief die ik ook in de richting van mevrouw Kuik heb toegezegd. Dank u wel voor uw antwoorden. Dank voor uw komst naar de Kamer. Dan geef ik nu het woord aan de heer Matlener van de PVV. Die een vraag wil stellen aan de minister van Infrastructuur en Milieu, bij afwezigheid van de staatssecretaris van dat departement, over het massale protest tegen de dure OV-chipkaart. Althans, een bericht die dat zegt. Gaat u gang, meneer Matlener. Dank u wel, voorzitter. Ja, de OV-chipkaart die is namelijk te duur en te gebruiksonvriendelijk. En op dit moment zijn er al maar liefst meer dan 62.000 digitale handtekeningen gezet onder de actie van de Consumentenbond en de reizigersorganisatie Rover. En dat gaat om een drietal eisen die ons als heel redelijk overkomen en waar we het al vaak over gehad hebben in deze Kamer. De eerste eis of wens is die prijsbedoeling omlaag, want 7 euro kost die kaart en dat is veel duurder dan in andere landen. Als je een abonnement neemt is die wel gratis en waarom dan niet als je iets minder vaak met het openbaar vervoer reist. De tweede eis is dat die kaart gratis vervangen zou moeten worden aan het einde van de levensduur en bij een onzichtbaar defect. Ook dat komt ons over als een zeer redelijke eis. En als derde, voorzitter, als je je saldo laat terugstorten, dus je eigen geld, als je dat terug wil hebben, dan moet je daar €2,50 aan administratiekosten voor betalen. Ja, en dat is natuurlijk belachelijk en zeer klantonvriendelijk. Zelfs als je de kaart wil inleveren omdat je hem niet meer nodig hebt, moet je toch nog die €2,50 betalen om alleen al je eigen geld terug te krijgen. En dan, voorzitter, als laatste zou ik er een eigen punt aan toe willen voegen. Dat gaat dus even buiten deze actie om. En dat is toch de wens van de PVV om dat papieren treinkaartje toch weer terug in te voeren. Want het zou toch heerlijk zijn dat al die mensen die niet dagelijks met de trein reizen, maar af en toe, dat die gewoon weer een papieren treinkaartje kunnen kopen. Dank u wel. Dank u wel. Ik geef het woord aan de minister van Infrastructuur en Milieu voor haar beantwoording van deze vragen. Dit helpt. Gaat u gaan. Voorzitter, dank u wel. Ik zal inderdaad namens de staatssecretaris die nu in Parijs zit de vragen proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. PVV heeft naar aanleiding van een Europese vergelijking en ook naar aanleiding van een handtekeningenactie deze vragen gesteld. En ik denk dat het goed is om antwoord te geven op wat er op dit moment vanuit het ministerie mee gebeurt.
Allereerst is het zo dat de prijs van de OV-chip, dat een af kan wijken van andere kaarten zoals je dat in het buitenland ziet. Maar in Nederland is het ook zo dat de enige plek is waar een reiziger met één kaart kan reizen in het openbaar vervoer, ongeacht het vervoermiddel of plaats in Nederland. Maar in ieder geval zal het ook onderdeel zijn van het gesprek in het NOVB, dat is het Nationaal Overleg voor het openbaar vervoer. Voor wat betreft de administratiekosten, de saldo van het terugstorten, terugvragen van je eigen saldo van de OV-chipkaart is afgelopen jaar ook gesproken in het NOVB. Inzet was er dat er geen administratiekosten meer in rekening zouden worden gebracht. Maar het NOVB heeft recent besloten om vanaf 1-1-2016, dus vanaf 1 januari, terug te brengen van €2,50 naar 1 euro. Dat is in ieder geval al een stap in de goede richting. Voor wat betreft de geldigheidsduur van de chipkaart, ook daar zie je verschillen internationaal. Ook daar is op gereageerd. Is de vraag, zijn ze wel of niet te vergelijken? Ik noemde net even van wat kan je met onze kaart? Of wat heeft de kwaliteit van de chip? Of heeft het met de kwaliteit van de chip te maken? In ieder geval zal ook dat onderdeel zijn van het overleg en NOVB, wat er mogelijk is met betrekking tot die geldigheidsduur. En tot slot de gratis vervangende kaarten op het moment dat je een zichtbaar effect hebt. Dus gebreken is dat, neem ik aan. Translink geeft aan dat bij een onzichtbaar gebrek tot 2 jaar na aankoop gratis een vervangende kaart wordt verstrekt. Omdat het dan ook echt te maken kan hebben met de kaart zelf. Alleen als een kaart door onzorgvuldig gebruik door de klant niet meer werkt, is logisch dat de klant daarvoor ook kosten draagt. Tot slot het papieren treinkaartje. Voor de incidentele reiziger die geen chipkaart heeft of wil hebben, zijn er alternatieven. Hij kan een gratis e-ticket uitprinten of hij kan een eenmalige chipkaart in de kaartautomaat kopen. Die discussie is volgens mij heel veel malen al hier in deze Kamer gevoerd. Uiteindelijk is er geen reden om weer een papieren kaartje in te voeren naast de OV-chipkaart zoals we hem nu kennen. Dat zou een veel te complex en duur systeem ernaast zijn. Maar er is dus een alternatief voor die reiziger die maar één enkele maal in de trein zit. Ik weet niet hoe u zelf reist, meneer Madlener, maar daar is een alternatief voor. Meneer Madlener. Ja, voorzitter, ik heb zelf ook zo'n iets te dure OV-chipkaart en ik kan me wel herkennen in de klachten. Ik hoor van de minister dat zij het onderdeel van een gesprek laat zijn. Maar ik wil natuurlijk weten, wat is de inzet? Ik heb al gezegd, de eisen zijn wat ons betreft heel redelijk. Hij moet namelijk goedkoper worden. Ja, de vervanging, waarom zou dat na 2 jaar, als die niet beschadigd is, waarom zou je dan geen geld hoeven te betalen en daarna wel? Ik snap dat niet. Die kaart kan ook na 3 jaar kapot gaan. En dan de administratiekosten, die dalen naar 1 euro. Dat is op zich een goede zaak, een stap in de goede richting. Maar ja, als je nou je eigen geld terug wil krijgen, dan is het toch heel redelijk dat je alles terugkrijgt en niet 1 euro hoeft te betalen. Ja, en dat papieren treinkaartje, voorzitter. Ik denk dat heel veel mensen die nog steeds missen, want als je niet frequent reist, dan is het toch handig om gewoon even een treinkaartje te kopen. Dat is toch veel makkelijker. Dan hoef je heel dat gedoe met die chipkaart niet. Dank u wel. Dus ik vind het toch teleurstellend dat deze minister daar niet op in wil gaan. Dus opnieuw de vraag. Ja, voorzitter, de heer Madlener vraagt ook naar de eigen standpunten in het NOVB, dus ik zal ook nog wat over zeggen. Overigens is die discussie, het onderzoek van Rover Consumentenbond wordt volgende week besproken in het NOVB. En alleen daarvan wat er uitkomt, zal de staatssecretaris ook voor het AO over OV, chip en taxi van februari de resultaten naar de Kamer laten komen. De eigen mening is dat het op zich niet gek is dat je voor een administratieve handeling ook budget vraagt. Hè. Dus dat is de 1 euro variant. En hoe meer dat teruggebracht kan worden, hoe meer dat als service uit kan komen, prima. Maar het gaat hier natuurlijk uiteindelijk wel om business cases die ook afgesproken zijn van tevoren met deze organisaties. Dus het moet wel uit kunnen. In ieder geval zie je dat al de inzet was geweest in het NVOB om NOVB om geen administratiekosten in rekening te brengen. Het gaat nu naar beneden en het gesprek zal gaan of het mogelijk is inderdaad om dat af te schaffen. Hetzelfde geldt voor de geldigheidsduur van de chipkaart. Want je zou ook kunnen kijken, kan je hem verlengen of hoe kan je dat nog op een andere manier gaan regelen. Dus ook dat zal een discussie zijn. Ja, gratis vervangende kaart. Ik denk dat het niet gek is, en dat geldt ook voor bankpassen, dat geldt eigenlijk voor alle kaarten die wij kennen, dat je uiteindelijk ook wel weer een bedrag voor in rekening brengt als
een kaart vervangen moet worden. Bewust is ervoor gekozen dat als er 2 jaar gebreken zijn, binnen 2 jaar gebreken zijn, dat er dan een vervangende kaart is, gratis, maar daarna niet meer. Ik denk dat, want ik zit daar zelf nu niet aan tafel, maar daarmee denk ik wel alles gehad. En het belangrijkste is dat de staatssecretaris in ieder geval ook wil kijken naar een langere geldigheidsduur. Dank u wel. Mevrouw de Boer. Ja, voorzitter, het feit dat we hier staan en dat er inderdaad zoveel handtekeningen zijn verzameld, dat geeft toch maar weer aan dat mensen toch niet tevreden zijn over de klantvriendelijkheid van die OV-chipkaart. En dat is gewoon buitengewoon jammer. Er wordt volgende week met de NOVB gesproken, begrijp ik van de minister. Is de minister ook bereid om daar op tafel te leggen dat die andere technieken die er eigenlijk ook al zijn, dus inchecken met je smartphone, inchecken met je bankpas, dat die technieken ook versneld moeten worden ingevoerd. Want dat zijn echt klantvriendelijke systemen en iedereen beschikt tegenwoordig over een smartphone. Dus als dat gesprek wordt aangegaan, dan zou ik willen voorstellen om dat ook vooral nadrukkelijk op tafel te leggen. Want die handtekeningen, ja, die liggen er niet voor niks. Minister. Voorzitter, zeker kunnen we dat doen, want de techniek verandert, de samenleving verandert, mogelijkheden veranderen, wensen veranderen. Dus wat dat betreft moet je volgens mij nooit stilstaan. Over de klachten, er zijn inderdaad veel handtekeningen opgehaald hiervoor. Dus mensen zitten hier, vinden dit ook een belangrijk punt. Aan de andere kant wil ik ook wel opwijzen dat 2,8 miljoen mensen gebruik maken van de OV-chipkaart met een 7,5 voor gebruiksgemak, even ook om het andere beeld neer te zetten. Meneer Hoogland. Ja, voorzitter. Daarnaast is het zo, want al deze problemen die kennen wij, want ik reis ook met het OV, dat op het moment dat de OV-chipkaart verlopen is en je zou hem willen inleveren, dan kun je niet het bedrag, als hij nog werkt, wat je ervoor betaald hebt, weer terugkrijgen. Dus mijn vraag zou zijn, kan het niet mogelijk worden om te recyclen, dat als je hem opstuurt en hij werkt nog, dan je dan je geld wat je betaald hebt weer terugkrijgt. Dan kan uiteindelijk door de OV-bedrijven weer worden ingezet om ermee te betalen. Ja, voorzitter, volgens mij hing dat samen met de vraag die ook door de heer Madlener was gestuurd. Als je hem wilt inleveren, kun je dan je geld nog terugkrijgen. En dan gaat het om het geld wat er nog op de OV-chipkaart staat. En volgens mij gaat u een stap verder door te zeggen dat je dan ook de 7 euro die je er ooit voor betaald had terug kunt krijgen. Voorzitter, ik denk niet dat dat tot de mogelijkheden behoort, omdat uiteindelijk maakt een organisatie natuurlijk ook kosten. En die kosten die reken je door. Hè. Iets moet... Voor iets wat je levert, voor een dienst, moet er ook een kostprijs tegenover staan. Maar ik zit er ook niet zo diep in dat ik het niet ook mee kan geven als vraag van wat er op dat punt nog hergebruikt kan worden of niet. Maar ik denk dat een andere vraag is dan degene die nu gesteld was door de heer Madlener met betrekking tot het budget wat er al op de kaart stond. Meneer Bruins. Voorzitter, voor de invoering van de OV-chipkaart... werden er ook kosten gemaakt. En dat zat toen gewoon in het kaartje. Ik begrijp niet waarom, wanneer we opeens een OV-chipkaart hebben, je moet betalen voor een kaart waar je nog niets mee kan, waar je eerst nog saldo op moet laden. Terwijl vroeger zat het gewoon in het systeem. Dat zou toch ook tegenwoordig gewoon kunnen met die OV-chipkaart? Voorzitter, ik ga hier ook maar even in de vrije interpretatie. Wat ik denk is dat, aangezien er ook andere methodes zijn, bijvoorbeeld een abonnement, waarbij de kosten van de kaart niet zijn inbegrepen, waarbij waarschijnlijk in het abonnement die prijs verwerkt zit, is het daar geregeld. Bij een individuele losse OV-chipkaart die je kan krijgen of kopen, kan je dat niet doen. Moet je in ieder geval iets voor het pasje betalen. Dat gebeurt eigenlijk ook bij banken, want volgens mij betalen we iets van 15 euro bij een bank pas nog voordat je er überhaupt geld op hebt staan. U heeft geen mogelijkheid meer, want collega Voor de Wind had ook al een vraag gesteld eerder. Dus we houden het hierbij. Dank voor uw komst aan de Kamer. Dank voor de antwoorden die u hebt gegeven. Waarmee er een einde gekomen is aan het mondelinge vragenuur. Ik schors. Ja, dit was het vragenuurtje van de Tweede Kamer. Jammer dat we u niet ook met camera eventjes mee hadden kunnen nemen de wandelgangen in, precies achter de Tweede Kamer, want daar ging het op dit moment tot nu toe. Vooral ook over de belastingverlaging van 5 miljard, die moeilijk door de Kamer geaccepteerd zou kunnen worden. Maar het nieuws van vandaag is dat dat toch door zal gaan. Daarover veel meer nieuws vandaag vanuit Den Haag in de journaals en ook in Nieuwsuur vanavond. En voor nu alvast een hele prettige middag.